Ja, het is tijd voor een nieuwe Babbel-video met Manu. Ik denk 2025. Nee, wacht, ik ken dat. Nee, 2025, dat ken je, we zijn 2000. Studio was 2006, bedoel ik. 2016, dat was het. Ik denk Tomorrow 2016, dat was een, of 2015, dat was de eerste keer dat ze 2 weken deden. Kan dat? Ja, dat kan. En toen hebben we het ook keihard uitgangen. Ja, ik had keiveel vrienden ook dat er waren. Die waren allemaal ook mij komen supporten. Ik had toen, volgens mij denk ik 7 keer gespeeld of zo. Ze hadden mij geboekt op het vliegtuig, op de gathering. De 2 weekends, ook nog eens op iets anders. Bij mijn tender ook nog even meegespeeld. Dus ik denk gewoon heel die ervaring vond ik super, echt de waanzin eigenlijk. En ik hoorde nog een paar mensen van Tomorrow zeggen van oké, deze gaan we nooit meer doen, 2 weekends. Want dat is gewoon 2 weekends pure madness van problemen oplossen, dit en dat. En dan een paar jaar later is dat gewoon de standaard geworden. En een wintereditie er ook nog bij. En een wintereditie er nog eens bij. Crazy. Dus, ja, crazy. Als, als ik mensen zeg van ja, ik moet, omdat ja, mensen die niet weten wat ik doe, ik ben cameraman voor menig fantastische DJ's, waaronder EV, okay, ja. Die ik op, mee is mocht op een vliegtuig. Hij moest draaien op een vliegtuig. En mensen denken, zeggen van, what the fuck, een DJ-boot, een feestje op een vliegtuig. Wat is uw ervaring daarbij? Oh, dat was grappig. Er waren zoveel restricties. Er waren zoveel dingen die niet mochten. Een Logitech sound systeem. Want we mochten de speakers niet gebruiken van het vliegtuig. Omdat dat ja, bedoeld was voor noodgevallen. En wat was het allemaal? Dus we vlogen eerst naar Frankfurt. Ik kwam eraan. Er was een DJ aan het opwarmen. Maar ik voelde zo nog niet helemaal zo'n vibe. Dus wat deed ik? Ik pakte die aan mij. Ik zei, hey, guys, ready for tomorrow? Ik was mee, Frankfurt. Ik was mee met u toen. Ah, voilà. Ja, zie je, voilà. Kijk. Ja. Heb Merian die mic gepakt, gewoon al beginnen entertainen. Oké, en daarna van Frankfurt naar België. Uiteindelijk gespeeld maar 17 minuten, denk ik dat was. Op zo'n klein Pioneer controller. Ik had er nog nooit mee gespeeld. Ook niet. Dus ik plug mij in. Iedereen moest blijven zitten, gordel aan. Allee, gordel mocht uit. Iedereen blijven zitten en kreeg ze van die sticks. Of zelfs, nee, die sticks waren er nog niet bij mij dat jaar. Dus, wat heb ik gedaan? Er was iemand mij aan het volgen. Alle media was erbij, van de gazette tot tv en wat is het allemaal. Ja, en die hadden zo'n 360-camera, toen was het nog vrij nieuw. Dus ik zei, van, terwijl ik aan het spelen was, en ik zeg van na liedje 1, oké, dat is hier kei saai, de mensen die rechts aan mij zitten, die moesten heel te achter mij kijken. En dat is niet leuk. En de mensen links, ja, op de deur hadden ze iets van, oké, we zitten hier maar. Dus wat deed ik? Ik zei, hé, gast, volg mij met die 360-camera. Ik ging letterlijk door heel dat vliegtuig aan het lopen. Ah, make some noise, blablabla. En iedereen echt aan het opkrommelen. Die mensen achter mij, hé, dat mag niet. Maar ik heb wel keiveel sfeer gecreëerd. Ik heb het al op beschouwd gehouden. En tussen de regeltjes gebleven. En uiteindelijk was dat nog niet al superleuk. Terug aangekomen in België. En ja, voilà, naar de moment gegaan, denk ik zelfs. Ja. Direct, of naar de gathering waarschijnlijk. Ja, dat is nogal een leuke ervaring. Maar het is helemaal iets anders. Zou het nog eens doen? Ah ja, tuurlijk. Ik ga er nooit nee tegen zeggen. Nee. Ik wil dat zeker nog eens doen. Maar het ding is, het gedachte gaan spelen zijn in een vliegtuig is leuker dan dat je er echt aan het spelen bent. Omdat er gewoon zoveel dingen kunnen mislopen en er is zoveel veiligheid dat voorop staat. Wat kei begrijpelijk is, normaal, natuurlijk. Dus spreekt het, hè? Ja. Ik moet wel zeggen, de leukste ervaring, ik weet niet of dat nog een vraag is van u, is op een trein. Daar waren jij niet bij. Maar dat was wel met de neon, dat was met Balaton. Ride to Balaton of zoiets. En dat was super plezant. Dat was gewoon één wagon, dat een feestwagon was. We waren er aan het draaien, ik en Neon en nog iemand. En wij hebben letterlijk heel die keet op zijn kop gezet. Die mensen waren aan het springen, die zeggen tegen ons, hey, niemand mag niet meer springen, dus ik doe een micro. Everybody don't jump. En iedereen wil lachen. Dus eigenlijk, uiteindelijk hebben we dat feestje moeten cancelen, omdat het gewoon te gevaarlijk werd. Want mensen waren aan het uithangen. Maar dat was echt letterlijk een van de leukste ervaringen dat ik had als DJ.